Universiteit van Nederland. Ik heb net geplast. En kunnen we die urine nu gebruiken om het land te bemesten? Jazeker, die zit echt bordenvol met prachtige voedingsstoffen. Zonder om die door het toilet te spoelen. Plassen met een hoger doel. Daar draait het om bij onderzoeker Kimo van Dijk van de Wageningen University. Hij onderzoekt of we onze urine kunnen inzetten als duurzame en veilige meststof. Als het aan hem ligt, eten we straks frietjes die zijn gegroeid op menselijke urine. Plaspetab dus. Deze aardappel is dus bemest met onze verwerkte urine. En dat doet hij niet in zijn eentje. In de woongemeenschap waar Kimo woont doen ook zijn buren volop hun best. Al mijn buren hebben ook flink lopen zeiken. Niet naar elkaar, maar in de toiletpot. En daarmee is een meststof gemaakt en hebben we deze aardappel kunnen laten groeien. En nu maken we er heerlijk patat van. Kimo gebruikt die zelfverzamelde urine niet alleen in wetenschappelijke proeven. maar test het ook gewoon in hun eigen moestuin. Nou, en dan uh, ja, gewassen als uh, sla bijvoorbeeld. die kun je dus ook uh, bemesten met uh, urine. Uh, nou, dat is gewoon heerlijk. En dan moet je het uiteraard ook zelf testen. Smaakt goed? Lekker? Grappig misschien, al dat gepraat over poep en over plas. Maar voor Kimo is het een serieuze stap. richting een duurzamer landbouwsysteem. Als ze nu poepen of plassen. Uh, op een toilet. Wat er nu gebeurt, is dat het dan het rioolwaterstelsel ingaat. Dus het gaat met de rioolbuizen gaat het naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. En daar wordt er slip van gemaakt. Dus het wordt ingedikt. En de slip wordt dan verbrand. En dat wordt in asfalt gebruikt. Dus het wordt eigenlijk weggestopt in bijvoorbeeld wegenbouw. Wist jij dat? Dat we over onze eigen uitwerp zullen rijden? Nou ja, hoe dan ook, dat is zonde. Want poep en plas zitten boordevol voedingsstoffen. En zo'n voedingsstof legt een flinke reis af. Van de grond tot in de plek. Als je aardappel steelt op een bodem, hè, dan, dan pakt pak die aardappel voedingsstoffen uit die bodem. Dus dat zijn stikstof, fosfaat, kalium. De voedingsstoffen raken niet kwijt, maar gaan van de bodem naar de aardappel. Die eten we voor een deel. Dat betekent dat het hè, bij ons binnenkomt. Een groot deel komt ook weer naar buiten, in de kleine of de grote boodschappen, poepen en plassen. Nou, en dat verbranden we nu. Dus dat raken we aan nutriënten kwijt. Dus als je maar de aardappel neemt voedingsstoffen op. Als je wil dat die voedingsstoffen weer teruggaan, dan moet je dus ook onze poep en plas weer terugbrengen. Kimo wil als het ware het kringetje rondmaken en die voedingsstoffen hergebruiken. Daar heeft hij verschillende ideeën voor. Het zou dus heel mooi zijn dat we die voedingsstoffen terug gaan winnen. Uh, dat kan uit uh, plas, zoals we hier ook doen op het woonproject. Als je urine en poep bij elkaar gooit, dan heb je iets wat zwart water wordt genoemd. Dat kan ingezameld worden met vacuumtoiletten bijvoorbeeld. NS-treinen of uh, vliegtuigen bijvoorbeeld. Of sommige festivals hebben ze ook inmiddels. Dat is mooi, dat kan je bijvoorbeeld in een wijk doen. Maar wat we nu hebben is dat we rioolwater hebben en rioolslip. Dus dat is eigenlijk deze plas en poep bij elkaar, maar ook keukenwater en van kleine bedrijfjes. Dat komt allemaal samen bij een rioolwaterzuivering. En dat is slip waar je het ook uit kan terugwinnen. Dus dit komt allemaal van mensen en huishoudens en steden. Maar daarnaast heb je ook nog voedselfabrieken: bijvoorbeeld voor aardappel, melk, suiker, bierproductie. Wat daar gebeurt is dat je aardappels hebt met grond eromheen en die gaan de fabriek in, die worden afgewassen en gesneden. En dat komt allemaal samen in het afvalwater, en daar kan je ook hele mooie voedingsstoffen uithalen. Stuk voor stuk waardevolle manieren om de voedingsstoffen terug op het land te krijgen, maar ze ruiken niet bepaald naar rozen. Ja, die stinken best wel, en ze zijn ook niet super schoon altijd. Dus daar kan je hele mooie producten uit maken. Uh, dus dat zijn ja, best wel vergelijkbare producten, meststoffen als. Uh, ja, die je ook kan kopen in tuincentrum, maar ook die boeren kopen om te bemesten. Dus nou ja, het kunnen korreltjes zijn, grotere korrels, poeders of uh, een, een vloeistof. Nou, die kunnen gebruikt worden door of wij zelf als consument, of uh, de boeren, die natuurlijk uh, op de, uh, de velden ons voedsel produceren. Het klinkt als een interessant experiment: de voedingsstoffen in de bodem aanvullen met menselijke mest. Maar waarom zouden we eigenlijk nieuwe meststoffen nodig hebben? Als we ergens geen probleem mee hebben in Nederland, is het een tekort aan mest. Elk jaar importeren we miljoenen kilo's aan kunstmest en de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. En kunstmest bevat stikstof, fosfaat, kalium. Maar komt ook uit mijnen, dus uit fossiele oorsprong. Of voor stikstofkunstmest gebruiken we... Aardgas om het uit de lucht te trekken. Dat is niet duurzaam. In de zin van dat we er veel energie voor gebruiken. Dat er uh, hele grote mijnopeningen uh, zijn in het landschap. Uh, dus daar kunnen we niet mee verder gaan. Uh, de andere optie om de bodem aan te vullen is dierlijke mest. Dat kan van koeien komen, varkens, kippen. Die poepen heel veel. Hierdoor hebben we zelfs een mestoverschot. Extreem veel mest. Of het nou om kunstmest of dierlijke mest gaat. Het grootste probleem is volgens Kimo vooral dat we het van heel ver weghalen. Kijk bijvoorbeeld naar kunstmeststikstof, dat komt, wordt gemaakt in, uh, in Rusland. Uh, als we kijken naar fosfaatertsen die gemijnd worden uit mijnen, dan komt dat voornamelijk uit bijvoorbeeld Marokko. Kaliummijnen die vind je vooral in Canada. Um, en bij veevoer, de sojabonen bijvoorbeeld, die komen uit Brazilië. Dus die komen uit dit deel. Dus wat je ziet is dat vanuit allerlei hoeken van de wereld er voedingsstoffen meekomen in kunstmest of veevoer. En dat komt allemaal in Nederland. We krijgen meer en meer voedingsstoffen omdat we de hele tijd maar blijven importeren. Alsof je een zandbak hebt waar je de hele tijd steeds meer zand in loopt te scheppen. Gevolg, Nederland krijgt steeds meer en andere landen steeds minder. Dus mijnen raken steeds leger, maar je ziet ook bij veevoerstromen, dat komt uit Brazilië, daar worden de gronden eigenlijk leeggetrokken qua voedingsstoffen. Tenzij ze het weer vervangen. En dat is dan weer door kunstmaals daar te gebruiken. Dus uiteindelijk komt het uit Mijnen. Misschien indirect via Brazilië veevoer naar Nederland. En hier hebben we te veel en daar hebben we potentieel te weinig. Kimo wil de kringloop daarom zo klein en zo simpel mogelijk houden. Wat we willen is die aardappel die we telen op onze grond in Nederland... dat die dus niet afhankelijk is van de import van of kunstmest of veevoer, zeg maar. Die nutriëntie van buiten komen. Wat je wil is uiteindelijk dat je aardappel groeit in een kleinere kringloop. Nou, dat kan dan komen uit poepplas, afvalwater of bijvoorbeeld proceswater van de fabrieken. Laten we even een simpele rekensom doen. Iedere Nederlander plast 1 tot 1,5 liter per dag. Stel dat we dat in een ideale situatie allemaal kunnen opvangen, dan hebben we met 18 miljoen mensen al zo'n 8 miljard liter plas verzameld per jaar. En dat is poep nog niet eens meegerekend. We plassen en poepen met z'n allen zoveel bij elkaar dat we daarmee de helft van alle stikstofkunstmest kunnen vervangen. En als je kijkt naar de andere voedingsstoffen is het zelfs nog beter. We plassen genoeg kalium en zelfs twee keer zoveel fosfaat om kunstmest helemaal te vervangen. Geen gek idee dus, maar grappig genoeg ook niet helemaal nieuw. Vroeger deden we het altijd al, al eeuwenlang. Toen er steden ontstonden, toen zag je dus ook dat daar een hele grote uh, bedrijvigheid in ontstond, dat je er geld aan kon verdienen. Wat je zag is dat er dan uh, met paard en wagen werd er langs huizen gegaan, met tonnetjes, met de nachtmessen, uh, maar noemden ze dat. En die werden dan opgehaald en dat werd dan gebruikt op, de, op het land. Nou, op een gegeven moment is de verstedelijking nog verder gegaan. Kreeg je centrale rioolstelsels. Dat was op zich heel mooi. Kon ook ziektes verminderen, zoals de pest bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk zijn we onze eigen poep en plas verloren uit het zicht. Het slip is nog wel een tijdje lang in de landbouw gebruikt, ongeveer tot 1995 in Nederland. Maar daarna zijn we het gewoon 100% gaan verbranden. Het uh, niet meer gebruiken van die slipstromen is goed voor de volksgezondheid. In die zin dat het best wel veel verontreiniging bevat. Maar het is vanuit circulair oogpunt, duurzaamheid is het eigenlijk niet zo handig. Maar de laatste 30 jaar heeft de wetenschap niet stilgezeten. Nieuwe technieken maken het steeds beter mogelijk om die verontreiniging eruit te halen. Volgens chemo is de truc vooral, vang die voedingsstoffen zo snel mogelijk op na de boodschap. Hoe eerder je urine... Uh, uit het afvalwaterstelsel haalt, hoe uh, hoger geconcentreerd het is en hoe minder verontreiniging er over het algemeen in zit. Het liefste dus al in de toiletpot en dan graag de poep apart. Daarvoor heb je wel een speciaal toilet nodig. En laat Kimo er nou net zo eentje hebben in hun woongemeenschap. Dit is een speciaal toilet, dus de poep en plas wordt echt in de pot zelf gescheiden. Nou, als je dan plast, dan gaat het plas hier zo in. En de plas blijft dan een beetje kleven aan de pot. Het blijft plakken eigenlijk aan het porselein en dan gaat het eigenlijk om het hoekje, omdat het blijft kleven eraan. En daarmee kan je urine apart inzamelen. Nou, als je dan poept en plast, dan heb je poep maar ook wc-papier. Dan komt het gewoon in het normale gat, zoals iedereen dat kent. En dan spoel je. Dus met het scheidingstoilet gaat de urine er maar de ene kant op. Apart ingezaald en de poep met bijvoorbeeld wc pijp de andere kant op. En daarmee scheid je. Dat is makkelijker dan als je de urine uit het riool moet halen. Dat is veel vervuilder. Dus bijvoorbeeld ook de schilder om de hoek die net zijn terpentine erin gooit, of uh, rubberdeeltjes van de, uh, het regenwater wat op de straten maar ook het riool gaat. Dat zijn allemaal extra verontreinigingen die je in principe niet het voedselsysteem in wil brengen. Als je kijkt naar urine, dan zitten er heel veel verontreinigingen niet in. Maar er is nog wel zeker een kans voor medicijnresten, drugs, hormonen. Dat soort stoffen die wij echt het werk in ons mond stoppen. En daar moet je goed op letten. Daarom wordt de urine die chemo verzamelt eerst nog verwerkt. Nou, de urine komt hier aan bij onze kapschuur. En. Uh... Ja, daar wordt het in de bioreactor gepompt. De bioreactor, een groot grijs vat. Daar zit zo'n 200 liter verdunde urine in. En uh, daar zitten bacteriën in, nitrificerende bacteriën. En die uh, pakken eigenlijk uh, de voedingsstof uit de urine op, onder andere stikstof, en zet het om naar een andere vorm van stikstof, nitraat. Dat is even technisch, maar er zijn verschillende vormen van stikstof. De bioreactor zorgt ervoor dat de juiste balans van die verschillende vormen in de meststof terechtkomt. Goed voor de aardappel en het milieu. Naast dat we het stikstof omzetten, is het ook mogelijk om hiermee uh, medicijnresten af te breken in een bioreactorvat, Daar wordt beluchting vindt daar plaats en zo ook redelijk zuur. Deel van die medicijnresten wordt afgebroken. Dat gaat dan uiteindelijk het filteringssysteem in. Het filtersysteem, dat is stap 2. Dat werkt onder elektrische spanning en als een filter laat het sommige stoffen wel door en andere niet. De urine uit de bioreactor wordt er continu doorheen gepompt. Dat gaat de hele tijd door. Dus als het een soort hart is, wat dat dan pomp is, uh, en uh, dan uiteindelijk zorgt het ervoor dat de mineralen, dus zoals stikstof of fosfaat, dat die uit de oorspronkelijke vloeistof komen van de bioreactor en uiteindelijk in het eindproduct komen. En alleen maar de kleine moleculen, kleine deeltjes, die gaan er doorheen. De langere, zoals bijvoorbeeld medicijnresten, die blijven eigenlijk achter in het uh, restproduct. Uiteindelijk hou je een mooie, schone, geconcentreerde meststof over. Die ook niet onbelangrijk, niet meer stinkt. Nee, je mag wel even proberen. Ja, ik ben wel benieuwd. Nee. Nee, en zelfs als het een jaar heeft gestaan, dan stinkt het ook niet. Dan moet je met dierlijke mest bijvoorbeeld niet proberen. Het is fijn dat het niet meer stinkt, maar nu moeten de plantjes er natuurlijk ook nog goed op groeien. Dat heeft Kimo getest. Niet alleen in zijn eigen moestuin, maar ook met een grote veldproef in Lelystad. In de vuilproef hebben we met aardappels gewerkt. Frietaardappelen, hele grote knollen. Hier heeft hij de mestproducten van verschillende stromen. Dus urine, poep, briolwater, fabriekswater. getest op kleigrond. Ja, we hebben dus heel veel meststoffen geprobeerd. Per product hebben we vier veldjes dus van ongeveer 180 vierkante meter. Die hebben we bemest met die producten. En dan kijk je hoe goed de aardappels het doen. hoeveel stikstof ze hebben opgenomen. en hoe groot de aardappels zijn bijvoorbeeld. Die score vergelijkt Kimo dan met kunstmest. Dus daarvan weten we hoe het goed doet. Dus kan je zeggen, nou dan doet de meststof het even goed of beter of slechter. En die urine, die doet het hartstikke goed. Die heeft 25% beter gescoord dan de kunstmest. Het zijn ook grote mooie aardappels, weinig uitval. Heerlijk patat kan je daarvan maken. Na nou, smullen. Maar het gaat nog wel een tijdje duren voordat we allemaal van die plaspatat kunnen genieten. Uiteindelijk zou het het allermooiste zijn, een soort droomscenario, dat je naar decentrale sanitatie gaat. Dus scheiden aan de bron. He? Plas apart, zwart water apart bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het railstelsel, een enorme investering die we hebben gedaan, dan gaan we natuurlijk niet in één dag uit alle steden uh, slopen. Dat kan überhaupt niet. Wat je daarvoor nodig hebt, is een transitie. Je moet ergens beginnen. Dus net als met elektrisch rijden, met een laadpaal en een elektrische auto. Beide moet je stimuleren en moet uiteindelijk van de grond komen. Nou, dat geldt ook voor. Circulaire sanitatie zou ik het even noemen, met poep en plas bijvoorbeeld apart inzamelen. Het is belangrijk dat dat uiteindelijk gestimuleerd wordt en dat je dus bij nieuwe wijken die je maakt, uh, flatgebouwen die je renoveert, kantoorpanden die je neerzet, dat je daar zorgt dat uh, de plas, plas en poep, apart wordt ingezameld en dan ook verwerkt wordt tot mooie meststoffen. Dankjewel, Kimo. En wie weet krijgt wat de pot schaft straks wel een heel andere betekenis. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Hoi, ik ben Eliane van de Universiteit van Nederland. En jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. En wij willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten. En jij kan ons helpen door onze video's te kijken en je te abonneren op dit kanaal. Dus klik maar op die knop. Tot de volgende.